Zaterdag 29 maart is het zover. Dan gaan de deuren van de pop-ups eindelijk open. Aan de buitenkant zien ze er alle vijf hetzelfde uit. Maar van binnen heeft elk restaurant zijn eigen stijl. Man, ze is tof allemaal. Zo leuk. Nu moet je eerst al leren koken. In de vijf pop-ups wordt alleen met professionele materialen gewerkt. Zo wordt voor de duo's hun droom stilaan werkelijkheid. In Antwerpen kan Jeremy niet wachten om zijn super deluxe keuken te ontdekken. Amai. Het ziet er goed uit, jong. Maar dan op je dat je zit. Zo'n grote oven. Dat is top, jong. Het is wel een goeie, hè? Inderdaad. Mooi groot. Wat is dat? De pankie. Ah. Die zijn mega goed. Maar stop, jongen. Stop met de jongen. Super, hè? Waanzinnig. Het is allemaal het is wel het beste van het beste, hè? Dus... En dat, het is allemaal heel praktisch ingericht. Alles is compact, maar het is toch wel praktisch. Alles zit bijeen. Je moet... Ik vind dat leuk dat je in twee richtingen kunt werken. Dat je voor en achter je werkt. Dat je enkel naast je werkt. Je moet continu van je naar je liggen lopen. En nu kun je gewoon... In zo'n saus, je bakt je vlees hier en je kunt gelijk binnen desseren. En dat is het leuke ervan. Het is wel schattig, hè? Zo. Ineens vindt hij het oké. Okay. Hij is wel echt happy. Ik vind het ook echt wel een topkeuken. Zo. Ik heb het ook gehoord wat de mama aan het vertellen is en zo. En dan denk ik wel dat hij echt zijn ding kan. Perfect. Mooi.